gehandeld peppels. Zie je wel, dat zal ze weten. Ja, hier maar naartoe, juffrouw. Ja, ja, kom maar. Goedemiddag. Bent u van de Peppelhoeve? Van de Peppelhoeve, ja. Ja. Onnings, juffrouw. Baasje Onnings. Mooi. Zuster Scheer. Oh, zuster Scheer. Ja, fijn dat u me af komt halen. Geef u dat koffertje maar hier. Graag. Ja, dat kan achterin, ja. De baas zei... Ja, gaat het stapje maar op. Ja. Stil, Bertha, stil. Bas, zei hij. Bas, haal ze even af, zei hij. Koes, Bertha. Daar hoeft ze niet te lopen. Ja, want het is altijd nog een dik half uur. Ach, zo ver nog. Ja. Zit u? Ja hoor, dat gaat best. Mooi. Nou, dan ga ik aan de andere kant. Hé, zo. Nou, voort, Bertha. Zit u goed, juffrouw? Ja, uitstekend. Hé, hard, Bertha. Zet u met zuster, hoor. Zuster, precies, ja. Leuk, hè, zo'n tilvries. Ja. De meeste boeren hebben tegenwoordig een slee. Ja. Ja, maar Andries de Peppel, onze baas, moet er niks van hebben. Oh. Hij zegt altijd, met een peert kom je er ook. Ja, en het is heel wat voordeliger. Maar of niet? Ja, dat zal wel. Het is een mooi land hier. Verdief een mooi land, zuster. Ja, vooral in de zomer als het zonnetje schijnt, zoals nu. Maar op de Peppelhoeve is het niet zo mooi, hoor. Oh, nee? Nee, de boel onderkomt er helemaal. Ah. Ja, niet wat het boerenwerk betreft, hoor. Dat gaat gewoon door. Maar het huishouden, zie je. Oh, ja. Ja, het is goed dat u gekomen bent. Ja. Je zult gauw genoeg in de gaten krijgen wat je te doen hebt. Allee, fort, Bertha. Mijn vrouw mag er wezen, hoor. Ja, al zeg ik het zelf. Maar ze heeft maar twee handen, hè. Ja, ze staat ook nog voor het eigen huis, ouwe. Uh-huh. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze te luisteren op de Peppel hoeven te helpen als het moet. Maar dat doet ze ook. Maar ja, ze kan niet alles. Het is ook maar een mens, die Marie van mij, waar of niet? Ja, natuurlijk. Maar de boer, die heeft toch ook nog een dochter? Ja, dat heeft hij, ja. Greetje de Peppel. Die bedoel je niet? Uh-huh. Ja, kijk, dat is nou het criminele, hè. Dat Greetje, dat is helemaal geen Peppel. Hè? Huh? Nee, kijk, de Peppels, dat zijn om zo te zeggen van vader of zoon, allemaal stugge werkers, hè. Oh, ja, ik mag hangen als die waar is. Hè? Maar Greetje, dat is nou wat genoemd, een dametje. Kijk. Ja, tussen twee haakjes een braaf meisje, hoor. Ja. Onze Bert vrijt ermee. Ja, stilletjes dan, hè, stilletjes, want de baas moet er niet meer van hebben. Allee, Bertha, wat? Ja, en onze Bert, hè. Dat is nou onder ons gezegd en gezwegen om pronte jongen. Zo. Cum laude geslaagd op de HBS, ja. Daar staat een kop, zuster. Dus Bert en Greetje... Die mag elkaar wel, ja. Maar, nog eens gezegd, Andries de Peppel is er vierkant op tegen. Afijn, dat zou je gauw genoeg horen. Ja, die heeft liever een boer voor zijn dochter. Eigenlijk nog liever helemaal geen vent. Nee. Greetje steekt geen vinger in het huishouden uit. Daar is het te fijn voor gebouwd, snap je? Zo, ja. Maar als je nou over werkezels wil praten, praat dan over de jongens, de tweeling. Klessen en Perjan. Ja, die hebben geen tijd om te vrijen. Die kijken nog naar geen meisje om. Die werken alleen maar. Andries de Peppel zegt altijd... Allee, Bertha, geen geuren. Hé, hop. Ik zeg, Andries de Peppel, die zegt altijd... Als ik onze Klessen en Perjan niet had... Als ik op die twee niet kon rekenen als op mijn eigen handen... Nou, daar kon ik wel inzouten. Zeg nou zelf, Schemmerik, hè. Wat heb ik nou aan ons Greetje? Daar steekt geen boerin in. Ja, maar anders een goed meisje, Andries. Mijn kop er al was niet waar is. Ja, goed. Amalika van het Wilgehoefke zegt altijd dat je zo'n mooie dochter hebt. Amalik heeft er kijk op, man. Chef, dat neem ik grief aan, Schemmerink. Ja, een tijdje terug zei Amalik nog tegen mijn Peetje, zei ze, als ik getrouwd was en ik had een grote dochter, dan zou het net zoiets als Greetje van de Peppelhoeve moeten wezen. Ze zei, daar kijk je nou iedere dag met plezier naar. Wat schrikken we op met al die schoonigheid. Ja, maar jij gaat stiekem toch groot op je dochter, hè? Ja, maar ze steekt geen poot uit. Oh? Alas, Schemmerink. Wij zijn nou allebei boer. En een boer die neemt het niet zo nauw, zeggen ze. Ja. Maar kijk hier nou eens, hè. Kijk nou eens rond.
En zie dan eens hoe die kamer hier erbij staat. Het lijkt wel een beestenstal. Is niet zo fris. En zo is het nog overal, van boven tot onder. Ja. Je hebt gelijk. Schoon als anders. Zo. En sinds ik die ongelukkige trap van dat paard kreeg, werd het met de dag erger. Dat wil wat zeggen, Peetje Schemmering, wanneer wij als boeren chagrijnig worden, omdat de boel zo faal is. Och, mannen, hoop, ik kan het niet meer aanzien. Nee, je lijkt hier al een aardig tijdje niet. Ja, morgen 4 weken. 4 weken lig ik hier al aan het raam met een stijve poot. Ja. Waar blijft de tijd? Je kunt nog wat zeggen. Je kunt nog door het raam naar buiten kijken en dan zie je een stukje van het erf tot aan de schuur. Je ziet de mensen komen en gaan. Maar zelf wat doen, Peetje Schemmering. Wat doen, hè? Dat kun je niet. Nee. Ja, moet alles maar over je kant laten gaan. En maar blij zijn dat kunnen wat te eten en te drinken krijgen. Ja. Als Marie van Bazonis niet af en toe kwam helpen, dan was ik er niet meer, man. Ja, nou, wat anders smaakt de pijp? Nee, ik heb er geen zin in. Oh, dat is minder mooi. Ja, ligt je gewoon op te vreten van ergernis. Ja. En elke dag die pillen draaien over de vloer. Ja, hè? Hoe gaat het er vandaag mee, Andries de Peppel? Goed geslapen, man. Laat me nog eens naar dat lelijke been kijken. Ja. Nou, en dat kost me dan telkens maar weer 3 pietermannen. Drie pietermannen, zeg maar. Ik heb tegen hem gezegd, blijf voortaan weg. Kijken kan ik zelf wel. En dat kost niks. Zo. Jij doet dus nog zeer, je poot? Ja, als ik hem stil hou niet. Alleen, ik heb de knoop doorgehakt. Ik heb een advertentie in de krant gezet voor een goede verpleegster. Oeh, dat zou je ook moppen kosten. Ja, maar dan heb ik er ook wat voor, hè. Want ze moeten meteen ook het huishouden doen. Ja, dat is goed bekeken. Daar hebben we Marie Honings. Bas, kan ik de afwas komen doen? Ja, dat is best Marie geweten weg, hè. Hoe is het met Amelieke, Schebberie? Is goed, Marie. Ja. Heeft ze nog niet toegehapt? Hè? Dat komt nog wel, als we maar tijd van leven hebben, nietwaar, Pinkje? Zou ik toch maar een beetje met haar opschieten als ik jou was. Dus waarom, Marie? Waarom mij? Je zult van niks weten. Wat moet ik weten, meid? Kijk hem zich nou eens onnozel houden. Nou breek mijn klomp, meid. Ik weet van niks. Kom er maar mee voor de dag, Marie. Ik heb gehoord dat Geert van Moergastel ook achter Amelieke heen zit. Ja, dat is geloof ik. Oh ja? Ja, Geert van Moergastel, hoe kom je erop? Ach, maak je toch niet dik, Peetje? Ja. Marie, die jaagt je alleen maar wat op stang. Ja. Kijk uit je doppen, Schebberink. Je bent nou gewaarschuwd. Ja, die is goed, hoor. Die is goed. Dag, Peetje. Ja. Oeh, die poot van me. Gauw ik die Geert zie, vraag ik hem op de maan af. Nou. Ja, ze hebben van Amelieke af te blijven. Zeg, ik heb nooit geweten dat ze jou zo raak konden schieten. Ik hou niet van vuile praat. Ja, nou, vuile praat. Ze heeft in ieder geval een schoon hoefje. Ja, of ze een schoon hoefje heeft. Nou, verdraaid schoon hoefje. Ja, en nog wat geld in de kous. Zou je denken, Andries? Ja, ze zit er warmpies in, jongen. Ja, ze heeft ook een paar kleine jaren meegemaakt. Ja, dat hebben we allemaal. Ja, dat is waar. En, hoe denk je over die grond van der? Ja, spuikengrond van de Riesenpapel. En vlak naast de mijn. Ja, nou, kan toch niet schoner, ja, en de beesten mogen er ook zijn. Alle gaat stamboek. Alsjeblieft. Ja. Nou, jullie zijn gewoon voor elkaar geschapen. Een mooi hoefke. Een vreemd potig weefke. Zeg, ben ik het aankijken niet meer waard? Zeg nou zelf, Andries, toch zeker veel meer dan een kromme mirakel van Geertje van Moergastel. Nee. Laat mij dan 62 zijn. Ach, jij vindt het vast en zeker, schijnbaar ik, maar. Je moet opschieten, man. Je zit er nou al maanden en maanden achteraan, maar je schiet niet op. Weet je, ik zou je zo zeggen, als het aan mij lag, dan trouwde morgen de dag. Zo, nou, dat is rap. Ja, bij wijze van spreken dan. Ik probeer het genoeg, maar. Ze wil niet toehappen, hè? Ja, Peetje. Ik heb het er allegaars gewoon genoeg voor geleid. Ik zei, Amelieke, wij passen bij elkaar 2 druppels water. Weet je wat ze zei?
Nou, zeg maar op. Ik hou niet van druppelswater, zei ze. Dat Amelieke van veel hoeft. Nee, ze zei, ik voel niks vertrouwen. Nou, daar ga je dan, hè? Ja, maar ze houdt vol. Ja, natuurlijk houdt vol. Ja, ja, ja. Maar, zeg, waarom trouw je zelf niet? Wie? Met Amelieke? Nee. Met dat. Wil jou ook, ik kom. Ja, natuurlijk niet met Amelieke. Maar er zijn nog andere vrouwen zat, man. En je bent de trouw toch dubbel en dwars waard, geloof dat maar. Hoor eens, kijk eens, Schepperink, hoor eens. Met zulke grote kinderen als ik heb, doe je dat niet meer. Ja, als je er heel tegenaan kijkt. Nee, geen vreemden in de familie. Dat heb ik altijd gezegd en daar blijf ik bij. Ons Greetje, onze Kles en onze Priljan, ze moeten maar bij elkaar blijven. Dan hebben ze het allemaal goed. Nee, Peetje, Andries de Peppel denkt niet meer aan trouwen. Zet het maar gerust uit je kop. Familie bij familie, daar horen geen vreemden bij. Tenminste niet op de Peppel hoeven zolang ik nog wat te zeggen heb. En daarmee basta. Ja, ga maar je slapen. Jij doet dat, man. Nou, dat is het beste dan, hè? Je ziet me nog wel eens. Ja, gekoop maar af. Ik denk dat ik nog eventjes op de wilgenhoeven hang. Oh, ja. Ja, sla ze maar gauw een haak. aan mij zal het niet liggen, hoor. Het beste. Ja, het beste. Dat puntje is wel achter in staat om je kop gewoon op hoog te maken. Hij met zijn trouwen altijd. Ja. Jij het, Marie? Ja. Wanneer verwacht je die verpleegster, baas? Elk ogenblik. Tenminste, als ze met de trein meegekomen is. Nou, lach, een beetje rusten. Zal ik het kussen wat opschudden? Nee, laat maar. Ja. Zal je nog vlug wat stof afnemen? Ja, je doet maar, Marie. Maar, zeg... Je moet die Peetje Schepperink niet meer zo voeren, versta je? Maar had je hem toch te pakken? Hij kan Geertje van Moergasten wel vermoorden. En de prul is onschuldig als een pasgeboren man. Ja, met me wat moois, Marie. Stil. En doe je klomp uit. Marie? Vader gaat slapen. Oh. Is ze er nog niet? Wie bedoel jij? Nou, de verpleegster, zal ik maar zeggen. Bas is er halen met de Tilbury. Ja, dat weet ik. Ik heb er zelf de klepper mee ingespannen. Heb je wat nodig? Even wat drinken. Je weet de kraan. Op je tenen klessen. Vader slaapt nog. Rustig laten pitten dan. Ja. Ah, daar hebben we hem al. Klompen buiten, Piljan. Ligt hier al vuil genoeg. Ja. Zeg, waar is onze klasse gebleven? In de keuken. Komt zo. Oh. We gaan hooien op de Nokkenberg. Oh. Ja. U was nog niet terug van station? Nog niet, Piljan. Zou ze niet meegekomen zijn? Dat zal toch wel. Kunnen we gaan, Piljan? Allee, nou dan gaan we maar, hè. Hoe laat zien jullie terug? Nou, als we het moe zijn. Ja, als we het moe zijn. Tot ziens. Tot ziens. Darry, wat een stof. Ik heb nooit geweten dat die twee nieuwsgierig waren naar een vrouw. Enfin. De wonderen zijn de wereld toch niet uit. Hier, moet je nou eens zien op dat kastje. Je kunt er met je vinger je naam op schrijven. Alsjeblieft. Marie Onings. Zeg er mee. Dan zullen we ze hebben, denk ik. Even kijken. Ik ben benieuwd. Oh, Bertha. Zo, we zijn er, zuster. Mooi. Ze ziet er al zijn leven knap uit. Kijk uit dat gestap geen mis. Ja, je komt er met het kopje. Nou, dat is een aanwinst voor de Peppelhoeven. Die deur daar? Ja, die deur. Goedemiddag. Ook goedemiddag. U bent de verpleegster. Ja. Nou, ik ben Marie Onings.
De vrouw van Bas Onings, die je van de trein gehaald. Oh ja. En dat is de baas daar. Andries de Peppel. Een beste man. Vooral als hij slaapt. Nou, we zullen hem niet wakker maken, Marie. Ga erbij zitten. Ja, dank u. U kijkt zo rond. Valt het tegen? Oh, ja, waarom zou het tegenvallen? Nou, u hebt er misschien heel wat anders maar voorgesteld. Als je het mij vraagt, het is hier een bende, overal. Je weet gewoon niet waar je het eerst aan beginnen zal. Oh, ik heb genoeg mijn best gedaan, maar ja, ik sta open voor mijn eigen boeltje, hè? Ja, natuurlijk, Marie. Hoe gaat het eigenlijk met de patiënt? Met de baas, hè? Dat valt genoeg mee. Slapen en eten, dat kan hier in elk geval. Ja, die poot van hem, dat moet natuurlijk zijn tijd hebben, hè? Pijn? Heeft hij niet meer. Tenminste, dat geloof ik niet. Daar klaagt hij niet meer over. En wat zegt de dokter ervan? Hou op over de dokter. Daar heeft hij zijn buik vol van. Oh ja? Die komt hier niet meer over de vloer. Zo? Wie zijn dat daar aan het raam? Huh? Daar buiten. Oh, dat zijn de Pippel en de Pappel. Wat zegt u nou? De Pippel en de Pappel. Zo noemt iedereen ze, behalve hier dan. Oh. Zoons van de baas. Maar hoe heten ze normaal? Klessen en Pirjan. Oh. Ze doen zo verlegen als een paar kwezels op een kermisdans. Ja. Nou zijn ze weg. En Greetje, is die thuis? Nee, met de fiets naar de stad. Die hou je met mooi weer niet binnen. Maar ze zal over een uurke wel terug zijn. Bert is nogal optergesteld, hè? Heeft Bas zeker verteld. Ja. Ik kan ook niks voor hem houden, die vent van mij. Zo gauw je 5 minuten met hem praat, dan weet je alles van de familie. Tot aan het klooster of de gevangenis toe. Ja, bij manier van spreken dan. Oh, we hebben samen heel gezellig gepraat. Dat zal wel. Maar het is zoals gezegd, hè. Die twee zijn gek op elkaar. Wat doe je eraan? Zeg nou zelf. Wat kun je als moeder daartegen doen? Ach, nee, niks. Je kunt net zo goed de zon verbieden te schijnen. Waar of niet? Ja. De baas daar is erop tegen. Bas is hier mijn meesterknecht, zie je. En hij daar heeft het geld met de macht. Ja, ja. Maar afstenen? Ho maar. Wie ziet hij dat zijn kinderen nooit trouwen? De Peppeltjes, die moeten maar bij elkaar blijven. Snap je? Ja, ja. Dan blijft de poen ook op één hoofd. En toch valt er van onze Bert niet dat te zeggen. Hij kwam kom lauwen van de HBS. Ja, dat weet ik. Oh, heeft hij dat ook al gezegd? Enfin, hij werkt nou op een kantoor in de stad. En hij staat er goed voor, dat zeg ik het zelf. Nou, hoor eens hier, Marie. Als Greetje en Bert voor elkaar bestemd zijn, nou, dan krijgen ze elkaar ook. Ja, maar dan moet er Andries de Peppel toch niet meer zijn. Ach, hoor hem toch zacht. Ja, het is verschrikkelijk. Kijk nou daar eens. Dan steken ze weer de kop voor het raam. Zo dat Pippel en een Pappel. Ze staan je gewoon op te nemen van kop tot teen. Roep ze eventjes binnen, misschien willen ze kennis maken. Oh, daar zijn ze immers te bleu voor. Oké, weg zijn ze weer. Nou, wat moet ik nou tegen u zeggen? Juffrouw... Nou, zeg maar zuster. Nou, zuster, op zolder is voor u een schoon kamertje afgeschoten. Mooi ik zo. Heb het gisteren zelf schoongemaakt. Kijk er eens aan. Kom. Zal ik het wijzen? Hoor je dat nou, hè? Ja, het is op die warmte, hè? Zomaar een raar welkom, zuster. Het lijkt wel een gasmachine. Kom maar. Koffertje zal ik wel dragen. Ja, alsjeblieft. Hier maar door. Ja. En denk erom, de trap is stijl. Er zijn al meer afgebliksem. Kom je? Nou, ik geloof dat ik hier prachtig werk kan doen, Marie. Van de Peppeltjes heb ik nog niemand gesproken, maar ik begin er nou al van te houden. U zingt altijd. Altijd is een beetje lang, Greetje. Maar ja, iemand die plezier in zijn leven heeft, die kan het moeilijk laten. Vindt u het hier prettig? Ja hoor, ik heb het hier best naar mijn zin. Sinds u op de Peppelhoeve bent, is er een hele hoop veranderd. En daar heb jij flink aan meegeholpen, meisje. Ja. Ik? Ja. Jij hebt de woonkamer toch mee opgeknapt, waar of niet? Ja, ja, dat is waar, ja. Nou, en vandaag of morgen geven we de keuken hier ook een flinke beurt. Hè? En dan doe jij weer mee. Tuurlijk, kan ik gewoon niet laten. Gek, hè?
voorkomt me allemaal niks schelen, zo'n vieze boel overal. Ja. U bent... Ja, weet u, u hebt iets aanstekelijks. Oh ja? Nou, ik vind werken heel gewoon. Als je later trouwt, dan... Stil maar, pas me op, dat vader het niet hoort. Nou, moet je toch je handen kunnen uitsteken, niet? Je krijgt straks alles heus niet op een presenteerblaadje. Zeg, zuster. Ja, Greet? Mag ik het zeggen? Je zegt maar op, hoor. Ja, maar zul je het me niet kwalijk nemen? Oh, kom je erbij? Kom er maar gerust in voor de dag. Nou, dan moet u eens goed letten op ons klessen en op ons Pierre-Jan. Waarom? Die kunnen toch wel op zichzelf passen? Ik geloof dat ze verliefd zijn. Zo, op wie? Nou, puur natuurlijk. Vind je dat zo natuurlijk? Wat? Hebt u er echt nog niks van gemerkt in al die dagen? Oh, ja, dat is toch gewoon weer om je noentje te lachen. Iedereen heeft het in de gaten, u zelf niet eens. Ach, laten we liever over wat anders praten, Greetje. Vader is trouwens ook niet meer zo nurks als vroeger. Heb je dat dan misschien opgemerkt? Hoe zou ik dat nou, Greetje? Ik heb je vader vroeger immers nooit gekend. Nou, je moet niet vergeten dat hij in de tijd een groot ongeluk heeft gekregen. En dan hebben zulke mensen ook wel eens een minder prettige dag. Hmm. Gaat nou stukken beter met hem, hè? Ja, hij knapt goed op. Ach, ik wou dat hij nou maar eens een beetje bijdraaide wat Bechtel en mij betreft. Kom, de moed erin houden, meid. Kom, tijd komt raad. Ik zal in elk geval mijn uiterste best voor jullie doen, hè? Fijn. Weet u, u hebt heel wat invloed op hem. Oh ja? Hij vindt u model. Oh, hemeltje lief. Echt waar, hoor. Nou, dat sopt, dat is alweer lauw. Enfin, we zijn klaar. Heeft het mezelf gezegd? Zeg, als jij vanmiddag wil gaan fietsen, dan kan je gerust gaan, hoor. Ah, fijn. Dan vlieg ik naar boven om een andere jurk. En dan doen we morgen lekker samen de keuken, hè? Je bent de snoes. Dat Greet je. Hallo, klasse. Ja, kom er maar in, jongen. Goedendag, zuster. Het is lekker weer buiten, hè? Ik heb wat eikens voor je. Mooi zo. Pas geraakt. Nou, dankjewel. Leg ze maar op het aanrecht. Zal ik de messen voor u slijpen? Ja, dat is erg vriendelijk van je, klessen. Maar dat heeft Pierre-Jan al gedaan. Oh. Over een half uur moeten we weer naar het land. Ja. Tarwe pikken. Uh-huh. Kan ik nog wat voor u doen? Doe het graag. Oh, dat weet ik, klessen. Oh. Mag ik jou eens wat vragen? Al wat je wilt, zuster. Ben jij al eens ooit met een meisje uit geweest? Of ik... Of jij al eens met een meisje bent uit geweest? Nee. Of zou vroeger met ons moeder moeten zijn. Ja, je bent een beetje verlegen, weet je dat? Jawel, zuster. Maar het is af te leren, klessen. Kan dat? Aha, als je het echt wil. Oh, ik wil wel. Ja, je zal toch van je leven nog wel eens willen trouwen, niet? Ik denk van wel. Ja, je bent een harde werker, maar voor de omgang met anderen heb je een beetje meer zelfvertrouwen nodig. Ja. Hè? Wat meer zelfbewustheid, zodat je desnoods de hele wereld aan kunt. Ja, dat zou me wat waard zijn, zuster. Nou, kom dan vanavond om 7:00 hier in de keuken. Afgesproken? Alsjeblieft. Hey, daar heb je onze Pierre-Jan met een geplukte kip. Ik ga niet, zuster, maar... Vanavond ben ik er, hoor. Ja, en denk erom. Mondje dicht tegen iedereen, hè? Ik zwijg als het graf. Dag, zuster. Dag, klasse. En daar hebben we Pierre-Jan. Ja, kom maar binnen. Oh, wat een lekkere kip heb jij daar, zeg. Ja, dat is de vetste van de... Nee, leg hem niet op de aanrecht. Die is pas gedaan. Wacht, ik heb hier een schone theedoek. Leg hem daar maar zo lang op. Oh, nou. Ik haal hem dan. Mooi zo. Zo. Soms nog meer karweikjes, hè? Zal ik eens wat eikjes gaan rapen? Nou, dat is erg vriendelijk van je, hoor. Maar er heeft Kles al voor gezorgd, Pierre-Jan. Oh. Moet er soms niet iets naar de kelder, hè? Nee, alles is op zijn plaats, joh. Greetje heeft me fijn geholpen. Oh,
Dat is anders als vroeger dan, meneer. Zeg, Peer-Jan. Ja. Weet je wat jij eens moest doen? Nee. Jij moest eens een beetje minder verlegen zijn. Zo kom je immers nooit aan een vrouw. Dat zegt u zoiets. Het is toch eigenlijk zonde dat zo'n hardwerkende kerel als jij bent in het leven moeders die alleen blijft. Vind je dat nou zelf ook niet? Oei. Ik geloof dat je gelijk hebt, zuster. Jij moet een beetje meer pit, een beetje meer zelfvertrouwen krijgen in de omgang met vreemden. Ja. Is daar een middeltje voor? Aha. Wou je het weten? Alsjeblieft. Nou, kom dan vanavond om 7:30 hier in de keuken. Doe je het? Ah, nog wel wie dit. En je zwijgt erover tegen iedereen, hoor. Nee, ik zit geen praten. Tot vanavond dus. Goed. En dan? Zuster. Ja, ik kom. Kijk er eens aan. Nou, daar zit de baas al op de rand van zijn bed. Ja, zeg, zuster. Ik wil weer eens proberen te lopen. Mooi zo. Als u nou mijn stok eens aangeeft, dan... Nou, kijk eens. Hier is hij al. Ja, dank je. Wil ik eens even kijken of ik bij mijn luidstof ga komen. Ja, steunt u mij gerust op mijn schouder. Oh, wat is een mens met een stijve poot. Nou, kalmpjes aan dan maar. Kalmpjes aan. Ja, we hebben de tijd. Kijk, een klein kindje. Dat voor het heer. Ai. Moet ja? Weer lopen. Nou, maar we komen er best. Nog een paar stapjes en dan bent u er. Foei. Wat een gekrup. Nou, klaagt u nou maar niet. Het gaat al stukken beter dan een paar dagen geleden. Stukken beter, zegt ze. En over een paar weken, dan spring je weer een meter hoog. Ach, mens, houd toch op. Nou, kijk er eens aan. Daar zijn we dan. Voorzichtig. Zo. Gaat het? Ja, ik zit. Wil je wel geloven dat ik ervan zweet? Dan hebt u nou volop de tijd om dat zweet af te vegen, hè? Wilt u de krant? Nee, die heb ik al gelezen. Allemaal leugens. Ja, ga daar eens even zitten, zuster. Zo. Moet jou eens onder vier ogen wat zeggen? Nou, dat kan gebeuren. Nou, ik zal het je maar net zeggen als ik erover denk. Ik ben niet gewoon een bladje voor mijn mond te nemen, maar balaitafelen doe ik ook niet. Kijk eens, je bent hier nou een paar weken. Je hebt buitengewoon goed werk gedaan. Je hebt de boel opgeknapt van boven tot onder. En wat nog veel meer wil zeggen, jij hebt ons Greetje aan het werk gekregen. Nou, dat is toch heel gewoon. U hebt me niet in dienst genomen om met arm over elkaar te gaan zitten. Nee, laat maar praten. Jij hebt van een paardenstal een ordentelijke woonkamer gemaakt. En ik zie dat graag, geloof me. Maar, Maar nou die mannen van mij. Onze Klessen en onze Peer-Jan. Wat denk je daarvan? Paar flinke kerels die van aanpakken houden. Ja, dat is zo. Anders zouden het trouwens geen peppels zijn. Ze mogen er ook wel eens een beetje verlegen doen. Het zijn werkers. Werkegels. Het waren mijn overgrootvader en mijn grootvader en mijn eigen vader. En dat ben ik ook. En ik verwacht van mijn jongens niet anders. We hebben allemaal hard geploeterd om het gedoe zo florisant te maken als het maar kon. En je ziet het, zuster. De boel staat er goed voor, geloof het maar. Dat zie ik wel, ja. Ja, maar gij ziet het niet met boerenogen. Alleen ik zou het over de kinders hebben. Je hebt dat natuurlijk al gehoord, van dat gevrij van ons Greetje met Bertha van Bazonings, hè? Aha. Nou, daar kan niks van komen. En waarom niet? Omdat ik dat niet wil. Als ze vrijen, dan vrijen ze tegen mijn zin. Ja, maar het zijn toch geen kinderen meer? En als ze nou van elkaar houden? Daar kan niks van komen, zuster. Maar baas, die jongen die gaat toch een beste toekomst tegemoet? Zouden meisjes genoeg zijn die met Greetje willen oversteken? Goed, dan moet hij maar een van die meisjes nemen. Maar Greetje de Peppel blijft bij de Peppels. Basta, ak. Tja, u bent de vader. Ja, dat meen ik ook. En ik zou graag zien dat je me in die richting een beetje hielp. Bertonis hoeft er niet op te rekenen dat Andries de Peppel nog wel eens bijdraait. Breng hem dat maar gerust aan zijn verstand, zuster. Nou, ik ben bang dat de liefde in dat opzicht niet te overtuigen is. Maar de liefde? Apenliefde bedoel je?
Hij zal er toch van overtuigd raken dat ik geen draaitol ben. En, nou, die mannen van mij. Onze Kles en onze Peer Jan. Nee, zuster, ik heb mijn ogen niet in mijn zakken zitten. Vroeger keken ze geen vrouw meer aan. En nou, ze zijn compleet weg van je. Steekt daar kwaad in? Nee, dat wil ik niet zeggen, maar het is de wereld op zijn kop. En werken ze er minder om? Ook dat niet. Maar je moet me goed verstaan. Dat zijn geen jongens voor de trouw. Begrijp je? Nee. Goed. Dan wil je me niet begrijpen. Nou, hebt u soms liever dat ik wegga? Mijn koffer is zo gepakt, hoor. En dan is meteen de voornaamste ergernis van u weggenomen. Je wilt me weer niet begrijpen, zuster. Alla, op de man af. Heb je last van ze? Van die jongens van mij? Wat bedoelt u? Ik bedoel dit. Ik zou niet graag zien dat ze zotte streken gingen uithalen. Ze doen naar mijn zin al gek genoeg. Hallo. Kijken jullie ernstig? Oh, Greetje. Ga jij er nog weer vandoor, meid? Ja, fietsen. We gaan terug. Dag. Dag, Greetje. Kan ik ons gesprek als beëindigd beschouwen, Bas? Ja, zoals je wilt. Ik geloof dat er Peetje Schebbering over het erf van komt. We praten nog wel eens samen, zusters. Uh-huh. Nee, je hoeft de kamer niet uit te gaan. Je kunt gerust blijven als je wilt. Nou, ik heb in de keuken nogal wat te doen. Peer Jan heeft een kip gebracht, die wou ik zo gauw mogelijk braden. Ja, net zo je wilt. Ik geloof al zijn leven dat ik ze er op de teentjes heb getrapt. Of wat? Oh, jij hier, Andries de Pappel. En al in de zorg, hè? Ja, zoals je ziet. Kom, pak eens dit. Ja, man. Je kent de boel niet meer terug. Kijk, daar is op een nieuw geverfd, een nieuw pampiertje op de muur. Nieuwe gordijnen. Nieuwe meubeltjes. Kleedje op de vloer. Kan je op, geloof ik. Ja, wat doe je eraan, hè? Ze vond het nodig. Zeg, en wat zie ik daar? Een telefoon? Ja, kijk, ze moet af en toe kunnen opbellen, zei ze. Ja, het is voor ons ook meteen makkelijker. Ja, jongen, een radiokast. Wat een verkwisting. Vandaag of morgen is meer je nog te verliezen, Jan. Zeg, Schemmering, hoe gaat het met Amalikus? Ach, beroerd, Andries, beroerd, man. Zo. Ja, ik heb de kous op de kop gekregen. Nou, dat is niet zo mooi. Hè? Nee, dat is om de bliksem niet mooi. Mijn kop loopt ervan om. Ach, ik kan er s'nachts niet van slapen, geloof je dat? Zo'n mooi gedoeken. En dat land vlak naast het mijne. Je moet houden, Petje. Het komt toch wel eens goed? Ja, je hebt mooi praten met zo'n flink vrouwmens in je huis. Nee, hè? Hoe bedoel jij dat? Krijg als ik het zeg. Ja, als je dan maar niet denkt dat ik zo'n verpleegster voor 0 centen heb. Ja, zeg, waarom trouw je niet met haar? Ja, zij is weduwe en jij bent weduwnaar. Jullie komen ook goed bij elkaar. Maar daarvoor heb ik haar niet laten komen. Ik vind het al erg genoeg dat die mannen van mij zo overdreven doen. Oh ja? Doen ze dat? Ach, man. Als ze niet op het land zijn, dan zwermen ze maar om de ene, die idioten. Ja, is die jonkheid. Ach, en als ze niet naar binnen kunnen komen, dan gluren ze door de ruitjes. Ja. Nee, dat is geen zuivere koffie, Schemmering. Hè? Maar ik steek er een stokje voor, een stevig stokje, dat is nooit een klippel. Want ge weet, ik wens geen vreemden in de familie. Greetje, anders ziet je vader ons vanuit het raam. Joep. Kripse krulleke Bert, als dat nou eens wil lukken. Het moet lukken, Greetje. Ze zijn immers al het wismoer op. Ja. Als wij kans zien om Klessen of Peer Jan aan de zuster te koppelen, dan is er wat je noemt een precedent geschapen. Dan is er een vreemde in de familie, toch? Ja. En dan zal jouw vader ons huwelijk gemakkelijker goed vinden. Dus of Klessen... of Peer Jan, één van de twee. Oh, weg. Niks laten merken, hè? Nee, natuurlijk niet. Nou, dag. Ajo.
Baas, ik wou eens even met je praten. Wat is er aan het handje, zuster? Ik wil morgen vertrekken. Vertrekken, zeg je? Ja. Ja, maar ik voel me nog helemaal niet beter. Nou, er valt hier heus niet veel meer te verplegen. Maar het huishouden dan? Nou, dat kan Greetje toch doen? Ze heeft in korte tijd veel geleerd. Ze kan best van me overnemen. Ik weet zeker dat ze het prima zal doen. Ach, zuster. Ja? Denk je nou werkelijk dat ik het zonder jou af kan? Inderdaad, ja. Een van de jongens kan u best helpen met de loopoefeningen. Die klessen of Perjan? Ja. Wacht, daar komt toch immers niks van terecht. Die zijn in staat om in de onhandigheid mijn gezonde poot ook nog te breken. Nou, ik denk dat het erg mee zal vallen. Geblijf, zuster. Zolang als die pijn nog in mijn poot, in mijn been zit. Hebt u werkelijk nog pijn? Oh, soms, dan is het niet om uit te houden. Nou, goed, dan blijf ik totdat die pijn weg is. Zuster. Aha. Ja, wil je me kussen wat opschudden? Ja, hoor. Bank. Zo goed? Zo, ja. Mooi. Dank je. Nog iets? Hoe laat is het? 7:10. Oh. Ja, nou weer. Die de overgordijnen maar dicht doen. Ik zal proberen te slapen. Oh. Karachi! Hallo, die klessen. Bert? Wat sta jij te om een vloek achter de koeien stond? Alsjeblieft, lees maar. Hier staat het op. Van wie heb je dat? Huh? Nou, van wie heb je dat? Zul je zwijgen? Van de zuster. Ze zei, je moet dit woord maar dikwijls voor jezelf zeggen. Karachi? Ja, daar zit iets in. Dan krijg je meer durf, zei ze. Meer durf, ja, dan kom jij te kort. Ja. Wat ik je nou zeg, hè? Dat vertel je tegen niemand anders, hè? Nee, natuurlijk niet. Nou, luister dan. De zuster, hè? Ja. Die zei gisteren nog tegen Greetje. Luister je? En of? Ze zei, ik vind die broer van jou, Klessen, nee. Zei ze. Ja, Klessen, ja. Ga door, Bertje. Ze zei, ik vind hem beslist een aardige knul. Maar ik vind hem ook veel te... verlegen. Ja. Zei ze dat? Maar kop eraf. Maar moet je dicht hoor. Je weet het niet van mij. Karachi. Mooi. En wil ik jou nou ook eens een prachtmiddeltje aan de hand doen? Ja, Bertje. Ga vanavond eens een keertje naar het dorp en drink eens een borrel. Helpt dat ook? Mirakel. Maar je moet er geen 10 nemen, want dan kan geen pap meer zeggen. Doe je het? Verroest, ik doe het. En alles blijft geheim, hè? Geheim, Bertje. Daarbij. Karachi. Bertje. Wat doe jij hier achter de kussens dan? Lees eens wat hier staat, Bertje. Dat is een moeilijk woord, hè? Nou, dat is het net. Wie heeft dat geschreven? Hé? Nou, gewoon, wie heeft dat woord geschreven? Zeg, ga vrij met ons Greetje, hè? Ja? Dan kun je zwijgen, niet? Tuurlijk. Wie heeft dat woord geschreven? De zuster. Oh, dan klopt het. Hé? Kun jij zwijgen, Pirjan? Ah, straf als mat. Hand erop. Hier, verdullen me. Gisteren, hè? Ja. Toen zei de zuster tegen Greetje... Oom, je luistert niet. We zullen bij mijn horen, Bertje. Ze zei...
Ik vind Peer Jan best een aardige kerel. Maar het is jammer dat hij zo... Nou, wat denk je? Dat hem zo verleent je niet. Ja, dat zei ze. Oh, reuze. Bedankt, Bertje. Oh, niks te danken, joh. Je helpt mij en Greetje dus de ene dienst is de andere. Ja, zeg, lees nou eens wat hier staat. Ze heeft er straks in de keuken wel een paar keer voor gedaan, maar het is een knap mondje vol. Popocatépetl. Zeg het nou eens. Popocatépetl, dat is de naam van een berg. Oh, ja. Popocatépetl. Popocatépetl. Popocatépetl, zeg nou. Popocatépetl. Popocatépetl. Hè? Als je dat dikwijls zegt, dan krijg je er meer durf, zegt ze. Popocatépetl, ja? Wil ik jouw schaduw van niks een goede raad geven? Kom maar graag. Ga vanavond eens naar het dorp en drink hem eens een borrel. Zou dat ook helpen? Oh, je krijgt er vast en zeker meer lef mee. Verwoest, dat doe ik. En alles blijft geheim. Oh, geheim, Bertje. De groeten dan? Ja, die groeten dan, Bert. Oh, nou. Greetje? Ja? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar die broers van jou... Die worden me sinds gisteravond laat toch wel een beetje te druk. Oh ja? Heb jij ze horen thuiskomen? Nou, was te laat? Ja, nogal. Oh, nee hoor, dan sliep ik. Slaap jij zo vast? Nou ja, tamelijk, tenminste geloof ik wel, ja. Ze hadden praat voor 100 man. Ach, nee, waar waren ze dan uit geweest? Ja, ik geloof van wel. Zo. De armen zaten echt broederlijk om elkaar schouwers. Ach. Ze sloegen het ene been voor het andere en ze zongen het hoogste lied. Die klasse, Peer Jan. Maar dat ze zo verliefd deden, dat staat me niet aan. Oh, nee? Waarom vraag jij nee? Nou ja, zo maar hoor. Trouwens, ik vind het heel normaal van jongens dat ze verliefd raken. Zo vind jij dat? De zon kijkt in de kamer, baas. Wat wil je? Ik heb hier een brief, baas. Wat een brief? Van mijn vriendinnen, Truus en Ellie, ook verpleegsters. Oh, en? Nou, ze hebben vakantie en ze vinden een boerderij erg leuk, schrijven ze. Oh, ik begin jou te snappen. Nee, u snapt hen. Weet u, ze zouden hier graag een paar dagen willen logeren. Kan dat? Ferretti! Ja, maar wat hoor ik daar toch buiten? Ik vraag of het kan. Zeg, zijn dat die mannen van mij? Wie heeft ze die onzin in de kop gestampt? En wat moet ik er nou mee, baas? Carretti! Met die onzin daarbuiten? Nee, met die vriendinnen van me. Och ja, als je er wat afwisseling mee hebt. Oh, dus ik kan ze opbellen? Ja, je belt. Mooi zo. Ja, maar zeg er meteen bij dat ze moeten helpen met hooien en zo. Ze moeten er kost verdienen. Dries, wat ben je begonnen? Eén vrouw mens is al te veel op de peppeloeven en nou haal je er waarachter nog twee bij. Nou, dat kan me hier een lollige boel worden. Die Bert. Ga je hooien? Ja. En jij wacht op ons Greetje? Oh, ik heb een snipperdag genomen. We gaan maar fietsen. Of je gelijk hebt. Het is alweer voor, hè? Goeie zin, Klessen. Ja, gaat genoeg. Vallen de logiers in de smaak? Geweldig, Bertje. Vooral dat blondje. Truus heet ze. Truus van Rees. Zo? Ja, ik ben er gisteren mee naar het Concoriepiek geweest. Londerdwaarde met vier in de Tilbury. Nou, dan weet je het wel, hè?
Ja. Zeg aan de zuster. Hou op over de zuster. Hoezo? Weet je nog van die borrels vorige week? Ja, en? De bok aan touwbertje. Ik zei nog tegen onze Perjan. Perjan, zei ik, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Maar gaan, ho maar. En toen we s'avonds thuis kwamen, ik zag haar gewoon dubbel. De zuster, snap je? Ja. En dan ziet hem het geil niet meer staan, tenminste. Zo, nou ja. Jij hebt nou Truus, hè? Zou je denken? Beslist, weet ik van Greetje. Je beduvelt me toch niet, Bertje? Maar waarom zou ik? Ja, waarom zou je dat? Dus, beste beentje voor, ja. Kop omhoog, borst vooruit en... Kaartje! Juist. zeg tegen Greetje dat ze voort maken. Ik fiets hier wat op en neer. Kom van elkaar. Ha, Bertje. Pirjan. Zeg, ga je mee naar de hokkenbar? Hoor je? Ah, nee, Pirjan, we gaan fietsen. Oh. Ik heb gehoord dat jij gisteren een tweede prijs had, hè? Ja, met ringsteken. Dat wil zeggen, ik reed, hè, en... elke zorgde voor de rest. Dus een handige meid, Bertje. Houd ze in ere, joh. Ja, we zijn gisteren de hele dag uit geweest. En een keet gehad, Bertje. Nou. Dus, de zuster ligt er bij jou uit? Nou, ik lig er bij haar uit. Door die borrel, snap je wel. Ik heb wel te veel gepraat, hè. En ik had nog zo gezegd niet meer dan vier. Ja, we raakten de tel gewoon kwijt, man. Ik zeg toch tegen Glesje, Glesje, er is een tijd van... Nou ja, wat doet dat dat toe? Ah, toch jammer. Ja, leg er maar aan hoe je het bekijkt, Bertje. Je bedoelt dat je nu, Ja, dat heb je gelijk. Ellie heet ze, ja. Ellie de Heer. Ze is ook verpleegster. Een stukje jonger, hè. Een knap, pik, zwart haar, Bertje. Nou. Ja, ik voel er wel voor. Nou. Zij ook voor jou? Huh? Nou, heeft Greetje me gezegd en die kan het weten. Zeg, Bertje, je belaait de avond maar toch niet, hè? Waarom zou het? Zou jij denken, beslist? Bij die Bertje. Dus, Pirjan, beste beentje voor... Kop omhoog, borst vooruit en... Poppenkattenpetel. Poppenkattenpetel. Ah, juist, ja. Zeg, daar heb je ons Greetje. Daar ben je. Ik ga de kleppen voor de nooiwagen spannen. Pirjan. Ben je klaar, Greetje? Ja, nog even de kamer mee opruimen. 10 minuten, denk ik. Goed, zeg, dan fiets ik in die tijd naar het postkantoor voor wat zegeltjes. Dan treffen we elkaar daar wel, hè? Ja, goed. Zeg, tussen twee haakjes, het marcheert best met Klessen en Pirjan, hè? Ja? En met ja. Die twee nieuwe verpleegsteltjes. Nou, zodra Truus en Ellie kwamen, vielen mijn broers van de ene verbazing in de andere. Zij smoor op de... Heb ik gemerkt? Ik hoorde de zuster zuchten. Gelukkig, ik leg eruit. Nou ja, voor ons blijft het hetzelfde als die broers van jou maar getrouwd komen. Zijn wat een leuke, die vriendinnen. Hele andere type dan de zuster. Ook dat is ons moeder. Ze roept jou. Joe! Nou, tot direct, Bert. Dag, bij het postkantoor. Ja, goed, dag. Dag. Zeg, als jij nou nog even de stoelen boelt, dan is alles klaar en is de zuster ook content. In orde. Zeg, waar gaan jullie vanmiddag op af? Een eindje fietsen. Oh. Daar gaat de baas juist de schuur in. Hij kuiert al een aardig eindje weg. Ja, maar zijn stok kan hij nog niet mikken. En de zuster ook niet. Hoe bedoel je dat? Zomaar. Hé, dat is flauw. Hallo, luidjes. Hallo. Nee, maar. Jij bent op de gier. Nou, en staan we er niet knap op? Je zit er knap in. Niet? Hoe komen jullie aan die overal? Heeft God daarvoor gezorgd? Afleggetjes van Kles en Pirjan. Maar je verdrinkt erin. Ja, gerust. Oh, de luchtige haarlijn. Kom, Dia. Zeg, dus jullie gaan hooien. Oh. Het nuttige na het aangename. Ah, ja. Nou ja, gisteren kon koeien in piek en thans hooien. Uitje me nou. Menen jullie dat nou werkelijk? De baas heeft gezegd, we moeten onze kost verdienen. De baas is gek. Jullie hebben dat werk immers nooit gedaan. Zijn meisjes, jullie moeten wat om je haar binnen. Kom eens even wachten. Dan ja, Greetje, help ze een handje. Ja. Hooien. Dat is ander werk als met de luier. Oh, even kijken, deze twee. Hooien. En we rooien het, hè. Oh, joh. Nou, ik heb hier wat. Alsjeblieft. 2 grote rode zakdoeken. Oh, ja, dat is kom hier. Dank je. Ellie. Bedankt. Kom hier. Ik zal je helpen. Een paar sluitspelden, Greetje. Joep. Ik vind de baas een lieve vent. Oh ja? Ja, echt een herenboer. Oh. En dat hij Peppel heet, dat vind ik eenvoudig beminnelijk. Zie je, Marie, ik hou van Peppel. Ik begin het te geloven, ja. Ze fluisteren altijd en zo geheimzinnig, zie je? Ga nou maar op met die flauwekul. Zie zo, die zit. Ja, kijk maar gerust in de spiegel. Die waar
draait er niet meer af. En jij bent ook gesteld, Truus. Ja, dank je. Zo, jongens, ik ga er vandoor. Marie, de stoelen zijn geboekt. Ja, schiet maar op. Veel plezier met de hooipartij. Groeten aan Bert. Dat doen, Ellie. Ze gaan bij tijd thuis, hoor, meisje. Oh ja, ja. Meer? Ja, want de zuster is niet voor de boef. Jo, die is niet hoor. Doei. Daar. Wat een leuke meid is dat. Hij is een dop van een geliefd. Ja, ja. Nou, de baas is erop tegen dat ze met onze Bert vrijt. Wisten we al. Oh ja? Ja. Van wie? Gonda. Oh, dan heeft die Bas van mij deze keer eens een mond gehouden. Onze Bert, hè, die kwam kom lauwe vandaag. Van de HBS. Van wie weet je dat? Van Bas. Daar is zo'n flap uit. Ach, zeg Marie. Ja? Maak je nu geen zorgen over die twee, dat komt best voor elkaar. Hé, hey, zeg, nee, kijk eens. Wat is hier in mijn zak? Kijk eens. Een uitgedroogde pruim. Hè? Stuk tabak achter de kiezen. Bah. Maar als je daarvoor in de was zit... Kun je hem best afleren, hoor. Oh. Die vent van mij, hè? Nou, die pruimde tegen de klippels op. Nee. Nou, dat is nou zo erg niet, maar dat... Voel je wel? Ik heb het hem afgeleerd. En rap. Ik zei, pruimen? Dan ruimen, vriend. En ik liet hem elke zaterdagmiddag de vloeren schrobben. Nou, toen had hij er gauw tabak van. Nee, dat leer je ze ja, wel af. Ja, maar nou eens even nuchter blijven, hè. Van wie is die Kees nou? Van Kles of van Pean? Ze pruimen allebei. Oh, nee. Oh. Kiezen op elkaar. Daar heb je de lieverds. Klompen buiten, Pierre-Jan. Oh. De boel is hier pas gedaan. Ja, ja. Kletje, op je kousen. Goedemiddag. Ha, Elke. Pierre-Jan. Nou, Elke. We staan klaar, joh. Ah, Truske. Ha, in die klasse. Truske, zegt hij. De baas moesten ze horen. Zeg, jullie gaan toch mee hooien, hè? Nou en of? Staat er schoon bij? Kan het zo, met die overal in die hoofddoek. Natuurlijk, Truske. Ja, jullie hoeven niet zo hard te sjouwen, hoor. Dat doen Kressen en ik wel, hè, Kletje? Doen ze verliefd. Wat halen ze de deuren vandaan? Zeg, toeteloeren ze. Jullie kunnen het zonder mij ook wel af. Ik ga naar mijn eigen huis. Ja. Dag! Dag, familie! Dag, toeteloeren. Hoe vond je het gisteren, Truske? Altijd gewoon klasse. Ik heb het echt fijn naar mijn zin gehad. Zeg, ik vond jou geweldig bij dat harddraaien. Ja, ja. Ga je zondag weer mee? Dan is het Malense kermis. Niet waar, Pierre-Jan? Zeg, we spannen Bertha's voor de brik en dan rijden we er met ons vieren. Ja. Is dat afgesproken, Elke? Afgesproken. Hè? En jij gaat ook mee, Truus? Natuurlijk, jongens, wat zullen we een lol hebben? Zeg, hoe is het nou? De wagen staat al lang klaar. Ja, we gaan mee, Bas. Oh, de dames ook, zie ik. Ja, om de kost te verdienen. Nou, opschieten dan, want de baas' gezicht staat op 7 dagen onweer. Oh, zeg, dat heb je Gonnie ook. Wil getuigen zijn van de Exodus. Moeten jullie zo mee? Nou, mankeert er dan wat aan? Op je schoenen? Met de pottenbank stelt een plompen met de maag. Oh ja, klopt ook nog. Zeg, dat hebben we nog wel goed. Nou, ik plezier hoor. Ik geloof dat de peppeltjes nu pas voor het eerst beginnen te leven. Enfin, mijn zegen hebben ze in elk geval. Oh, pas op, daar komt de baas. Benieuwd wat hij zegt. Zo, zuster. Nou, je kan al aardig uit de voeten met je stok. Oh, oh vraag me niet wat het me kost. Ik heb het er warm van. Zeg, tussen twee haakjes, dat zijn een paar ondernemende vriendinnen. Zie je? Nogal, ja. Nou, dat is toch heel gewoon. Ze logeren op een boerderij en ligt dat ze dan ook het werk meemaken, hè? Wat is er nou voor stadse meisjes prettiger dan een hooipartijtje? Ja, ja, ja. Bovendien, alles gebeurt volgens uw eigen verlangen. Hè? Ja, ik mocht ze laten komen, maar dan moesten ze hun kost verdienen. Ze moesten meehelpen met hooien en zo, dat zijn uw eigen woorden. Nou, zo heb ik ze doorgegeven. Vergeten? Nee, maar je hebt misschien ook kunnen achterhalen waarom ik dat zo gauw goed vond, ja. Ja, ik wou jou wat andere afwisseling bezorgen dan dat verliefde gedoe van die jongens om je heen. Zo? Ja, maar ik geloof dat ik van de regen in de drup ben gekomen. Alleen, jij zult er geen last meer van hebben. Ik heb er nooit last van gehad. Zo? Nou, dat is dan jouw mening. Ik heb er zo mijn eigen kijk op. Gij ligt eruit en nou zijn ze verslingerd op die vriendinnen van je. Ik had er nooit aan moeten beginnen. Nou, wat steekt er nou voor kwaad in dat ze een beetje met die meisjes op en af gaan? Nou, steekt iets in wat mij niet bevalt, zuster.
Ja, maar goed. Daar hebben we het alles meer over gehad. Weet hoe ik erover denk? Dat weet ik, ja. Hou er dan rekening mee. Wij hebben het ook al eens gehad over mijn vertrek. Ja, is het nou absoluut nodig dat ik nog langer blijf? Dus je wilt weg? Ja. En mij als een sukkel erachter laten met die dekselse poot? Je hebt me beloofd... dan begint hij me weer te steken. Ach. Je hebt beloofd dat je zou blijven tot... Zolang als ik die pijn nog had. Ja. Ja, dat is zo. Nou, waarom wil je dan weg? Of jij... En hier kijkt allemaal een stoel. Afspraak is afspraak, zuster. Wat tintelt dat pijn. Ik zit. Wilt u de krant? Nee. Thee? Nee, is nog te vroeg, zuster. Nee, laat me hier maar rustig zitten. Ik geloof, ik heb er wat te veel ingespannen. Ja, jij denkt dat het al een heel gangetje gaat, hè? Nee, dat valt donders tegen, zuster. Wordt de pijn al een beetje minder? Ach, het gaat. Het is nou in elk geval lijdbaar. Zuster. Ja? Trek die stoelen hier naartoe. Dan kan ik er mijn been op leggen. Zo dan. Ja. Dank je wel. Waar bekom ik van? U krijgt bezoek, baas. Beetje Schebberink op zijn paasbest. Nou, laat hem maar komen. Zal ik direct thee brengen? Ja, je doet maar, zuster. Goed. Dankjewel. Ja, kom er maar in, Schebberink. Goeie. Ja. Verdikke me, Schebberink. Ben jij erop gepoetst uit? Ja. Zwart laken ze pak. Beste zij je petje. En schoenen aan de voet. Zeg, naar een bruiloft. Naar het Wilgehoefke. Naar Amelieke. Moet je je daar nou zo voor opdoffen? Ja, ik wil dat ze een goede indruk van me krijgt. Ja, maar die heb je toch immers al lang? Ik ben er niet zo zeker van, Andries de Papa. Nee, ik ben er niet zo zeker van, jong. Daar ga maar voor, hé. En ik schiet geen barst op. Je moet er wel een paar mager van. Ja. En je bent toch al niet een van de vetste. Ik weet het, Andries, ik weet het, jong. Je moet een beetje op jezelf letten. Ja, het eten smaakt me niet. Het lekkerste carbonaatje krijg ik niet door mijn keel. En 's nachts leg ik me naar de zolder te kijken. En dan zie ik Amelieke. Ja, en de Hoefke. En de beesten. En die puikengrond. Ja, vlak naast de mijne. Vlak naast de mijne, jong. Ja, je hebt het stevig te pakken. Ja, wat doe je eraan? Dat is de liefde. De liefde, ja. Maar ach ja, daar kan jij niet van mee praten. Tenminste, hè? Ja, ga eens door. Ja, ik ben de jongens van jou tegengekomen. Klessen Per Jan met een paar deringetjes op de wagen. Nou, Bas Honings, die was er ook bij. Leuk dat ze hadden, Andries. Leuk. Ja, ze zongen tegen de kleppen op. Maar ja, dat is de jonkheid, hè? Maar gaat het alle raar zoveel makkelijker? Ja. Zeg, wie zijn dat, Andries? Die derentjes bedoel ik. Ja, vriendinnen van de zuster. Oh? Ook verpleegsters. Oh? Ja, die logeren hier zo lang. Oh? Ja. Maar het wordt een probleem, Schebberink. Ik voel het aankomen. Probleem? Een groot probleem. Ja. Ze waren gisteren op het concoursiepik. Ik weet het. Ja, de boeren zingen er allemaal van te kijken dat ze er waren. Ja, dat zal wel, Petje. Ze gingen vroeger nooit uit. Waar ben ik? Nou, met een paar mooie meisjes, hè. En ze hadden me kijks, man. Ik moet zeggen, het waren een paar aardige koppels, hoor. Zo vind je dat. Ik zal de dag zeggen, Andries de Papel, dat ik zo met Amelikus mag meedoen aan het ringsteken. Nou, gezegen maar. De thee, baas. Goedemiddag, Schebberink. Dag, zuster. Ik heb voor u ook wat thee meegebracht. Oh, dat heb je goed al gedaan. Ik mag wel graag een bakkie thee. Koekje? Oh, alsjeblieft. Bas? Ja, dank je. Ja. Je bent hier ook al een aardig tijdje. Vind ik ook. Hm? Ja. Wat zag je van tijd dat ik opkras? Zeg, Andries, je morst. Ik verkeerde ik heel graag zeker, hè? Nou, ik ga maar weer naar de keuken. Als u me nodig hebt, dan roept u me wel, hè?
Zegt die mag er ook wezen. Hm? Me dunkt, als je zo'n vrouw mensen wekenlang over de vloer hebt, hè, dan moet het toch wel een beetje aan gaan hechten, niet? Hm? Zeg nou zelf, Andries. Appel? Ja, het was gij uit. Probleem is al groot genoeg. Probleem? Ja, neem nou gewoon Gretje. Dat gaat vrij met Bert en van Bazonings, dat gaat maar door. Is ook een aardig koppeltje? Wel ja. Sinds jij aan Amaniekus gekoppeld wil zijn, vind jij elk spannetje een aardig koppeltje. Ja, ik kan de zon in het water zien schijnen, hoor. Geen vreemd in de familie. Dat heb ik altijd gemeend en dat meen ik nog. Ja, maar wat versta jij nou eigenlijk onder vreemd en onder familie? Hm? Dat kan raar in elkaar zitten, Andries. Ik vind Amaliek al lang geen vreemde meer, hè. Ze is zelfs in de familie, maar jij, ver weg dan, hè. Amalieke, moet je goed luisteren, Amalieke, ja, de overgrootvader, hè. Die is getrouwd geweest met een nicht van mijn grootmoeders peettante. Nou, dat heb jij ze kuur uitgezocht, weet je. Ja, ik kan het nog sterker vertellen. Zeg, wij, jij en ik, Andries, wij zijn ook familie van elkaar. Geweg. Ja. De vader van jouw grootvader van vaders kant, dat was, laat ik het nog goed zeggen, dat was een broer van mijn moeders overgrootje, alsjeblieft. Nee, maar zeg, als jij zo doorredeneert, dan zijn we allemaal van de familie. Zijn we ook. Maar Amerika wil dat niet inzien, hè. Nee, nou, Alex, stap op. Naar het Wilgehoefke. Naar het Wilgehoefke, natuurlijk, hè. Zeg, en denk er nog maar eens goed over na. Waarover? Nou, over jou en de zuster. Ben je weg? Je kan me toch niet inhalen, daar, hè? Ja, daar. Zo een schimmer eens. Kom op, Ruske. Naar de kop van Jut. Ik heb zin om er eens even op te timmeren. Kretsie! Ja, blijft het in het topje? Ja, wat dacht je dan? En de eerste de beste kerel? Ja, daar geloof ik niks van. Wedden dat ik hem 3 keer achter elkaar tot bovenin jaag? Wedden? Nou, waarom wil je wedden? Om de keizer zijn baard te... Nee, om een kusje. Afgesproken? Afgesproken. Opzij! Opzij! Kom hier, slaat op! Het is hard van kop! Kom hier, slaat op! U meneer, even mijn jaskaart. Alsjeblieft, Ruske. Nou, daar gaat hij dan. Daar zijn we. Opgepast, Truske. Haha. Ah, de spin. Daar ga je, meisje. Kom hier. Je krijgt er 3. En je krijgt er 3 papieren bloemetjes voor terug. Alsjeblieft. Nee, laat het dubbeltje maar zitten. Kom, heren, sluit op. Hey, het is hard. Kom. En nou de schommels in. Onze periode. Ja, het is zondagsmiddag zomaar stil op een boerderij. Weet je niet, zuster? Ja, dat scheelt heel wat met door de week. Ja, het is net of heel de natuur dan veel kalmer is. Zal ik nog een kopje thee inschenken? Ja, doe maar. Ik geloof dat hier al aardig begint te wennen, hè? Ja, het zal varen als je weg bent. Mij ook. En nou de tent in, hè? Durf jij, Pirjan? Ook durf alles, poppenkattenpeddel. Het is toch iemand wat voor de leut, nee? Ja. Nou, geloof ik, doe ik er toch niks aan. Kom op, Elke, kom mee. Vooruit dan. Allee, het is nou aardig donker hier, hè? Ik hou je hand vast, hoor. Ja, nou, we doen maar. Kijk, wordt al wat lichter. Goedemiddag, dames en heren. Wat wenst u eigenlijk te weten? Verleden, heden of toekomst? Zeg, doet maar gerust. Verleden, heen of toekomst, hè? Nou, Elke, kies jij maar, hè? Toekomst. Nou, dat dacht ik wel, hè? Mag ik even uw hand, dame? Ja, en die van meneer ook. Ja, de linker. Ja, dank u. Nee, geen wijkende lijnen. Dat is mooi. Oh. Ik ben nog niet getrouwd, hè? Nee. Nee, nog niet. Nee, maar dat komt wel. Oh. Maar nou zien er toch bezwaardigheden. Wat ziet u dan? De doorkruistische pad. Oh. Ja, er zijn wolken. Oh nee, maar de horizon is licht, hoor. Ja, de horizon is licht. Dan zal ik nog eens eventjes in het kristal kijken of te zien. Om te zien of het allemaal wat klopt, hè. Even kijken.
Oh, ik zie bomen. Oh, dat zijn de peppels natuurlijk. Juist, net zo u zegt hoor, dat zijn de peppels. Ja, de kruinen zijn een beetje donker. Maar de boven schijnt de zon. Ja, dame en heer, u gaat een gelukkige toekomst tegemoet hoor. Ja, enig gulden. Alsjeblieft, ja. Dank u zeer. Ja, het gordijn is hier achter u hoor. Ja, u staat ze biedt weer buiten hoor. Nou. Nou, je kunt zeggen wat je wilt, Elkis, maar we gaan een gelukkige toekomst tegemoet, hè? Oh, kijk, daar gaat Geertje weg. Oh, alle peppeltjes op de kralen mee. Oh, daar gaan schommelen. Kom op, Elke, wij gaan ook schommelen. Ja, kom. Zuster. Jawel. Zo'n zondagmiddag, dat duurt toch erg lang, hè? Vindt u? Ja, dat vind ik. Graag gewoon stijf waar het zit. Nou, ga dan wat wandelen. Kan je mee? Het is gewoon weer buiten. Ik ben benieuwd hoe we de suikers bij je bij staan. Nee, best. Kom dan. We gaan maar meteen, hè. Klessen, vader moet ons hebben. Karretje, hou je gedekt. Pop een kattenpetel. Nou, naar binnen, Jochkop. Ja. En praat van je af, hè. Ja, praat van je af. Zo, ja. Ja, komt er maar in, allebei. Ja. Zo. Nou, dan zo. En nou voor de vast. Huh? Ja. Wat zijn jullie van plan? Wat wij van plan zijn... Wat bedoel je, vader? Die vrijerij van jullie, dat bedoel ik. Oh. Nou? Ja, wat moet je daar nou op zeggen, hè? Ja, vader, daar kun je eigenlijk niks op zeggen, hè? Nee. Toen de zuster kwam, hè? Toen ging het om de zuster. Nee. Ik hoef elkaar nog niet zo verwonderd aan te kijken. Je bent gek op haar. Kleinzer? Ja, het is zo. Hè? En jij ook, Jan? Heet het er maar gerust toe. Ja, gelijk heb je. Mooi is die. Dus wij hebben allebei... Ach, we praten nou toch niet meer over, de andere is voorbij. Dat is voorbij, ja. Maar nou die meisjes. Ja, die meisjes. Dan bent er mee naar Comfort in Piek geweest. Ja. Gaat er bij het hooien. Je hebt er kermis meegehouden. Nou, waar moet dat naartoe? Ja. Waar moet dat naartoe? De hele buurt praat erover. Niet dat me dat nou wat kan schelen. Ja. Maar het is een bewijs dat je nogal stevig aangepapt hebt. Nou, maar... De nette meisjes, hè? Ja, dat wil ik toch niet ontkennen. Ja. Maar je kunt er zo op je vingers uitrekenen dat daar niks van komen kan. Okay. Alla. Volgende week vertrekken ze weer. Ja. Wat zijn jullie van plan? Aan een streep achter zetten of ze iedere zondag achterna gaan? Nou, lessen. Zal ik nog eens over moeten praktiseren, vader? Perjan? Dat lijkt me ook wel de moeite waard om er eens over na te denken. Goed. Ja. Dan praktiseer je er maar eens over. En als ik jullie een goede raad mag geven, hou dan terdege rekening met wat ik denk. Want we gaan met de oude Pepper beslist niet kuieren. Kijk je, Sip Greetje. Ik heb met vader gepraat. Ik moet het afmaken in het bed. Zo. Was geen prettig nieuws, kind. Vanmiddag moet het gebeuren. En... zuster, ik kan gewoon niet. Nou, ik heb met je te doen, meid. En we zouden net vanmiddag naar de kermis gaan. Chris en Pian zijn er al naartoe. Ik heb er nog niks geen zin meer in. Je gaat, Greetje. Hè? Ja, je gaat. En als jullie weg bent, dan praat ik met je vader. Oh, maar
Doet u dat echt? Nou, lach eens. Mooi. Zo zie ik je veel liever. Je bent een schat. Ja, zeg, als je nog eens wat weet, Marionings. Wat moet ik weten, Peter? Ja, jij met je Geert van Moergastel. Is het niet waar, dan? Ja, ik heb het hem op de maan gevraagd. Hij zei, Schimmeling, zei hij, jij brengt me op mijn gedachten. Maar hij zei mijn kop eraf als ik er eens ooit eerder over Amalieke geprakaseerd heb. Nou, jij. Oh, wat kunnen de mensen toch kletsen, hè? De wereld is slecht, Peetje. Zo is het. Als je de baas moet hebben, dan komt hij aan. Dag, Peetje. Ja, die is al goed. Zo, Schimmeling. Jongen, wat krijg jij zuinig. Ach, man, de wereld op je kop. Ze vrijen hier dat het klapt. Ja, volgens mij wereld ook omgekeerd was. Hè? Oh, zomaar. Had het niet goed? Bij mij wel. Oh ja, dat is waar. Jij doet die zotte boel hier vergeet je het een met het andere. Hoe is het afgelopen? Wat bedoel je? Nou, je was hier toch laatst op zijn zondags? Dat moet ze de schoenen, laken ze pak, weet je nog? Erg, man. Weer bord gevangen. Ja, was maar botten, dus nog geen spiering. En nou, want je ziet er weer knap uit. Een nieuw frontje aan. Nieuwe schoenen, als ik het goed zie. Ja, je moet wat doen. En waar heb je een lefdoekje in je jas? Schemmerie, ik vind je beklagen, man. Ja, zo, ja. Ga je vanmiddag weer kuieren? Nee. Het is mooi weer, anders is de papa. Wat bedoel jij? Nou, en de suikerperen die staan er mooi bij. Klein Schimmeling, moet ik jou... Ja, ja, oh, denk erom. Ik ben altijd nog een beetje vlugger als jij, joh. Alla, dat is waar. Ja, ach, man, de mensen hebben er ogen niet in de zak zitten. Wat wil je nou? Ja, maar jij gelooft toch niet? Natuurlijk niet, jong. Net zo min als dat gekwetst over mij en Amalieke is. Maar vanmiddag... Ja? Ik zeg vanmiddag, dan gaat het ten onder de kerk, maar... Als ze nou geen ja zegt, dan zeg ik basta. Ach, weet je, dat heb jij al zo dikwijls gezegd. Andries de Peppel, basta is basta, uit. En dan kijk ik er nooit meer aan. Denk om het hoefke. Nooit meer. En die grond, zo vlak naast die van jou. Ik zeg nooit meer, maar... Hé, hey, kijk daar eens. Hé? Daar gaat de zuster. Verdorie, ze ziet eruit om te stelen, Andries. Deel jij jouw hoefke maar. Ja, ja, ik heb maar een gewoon verstandje, maar Andries, daar wandelt nou niks anders dan een dodelijke dagzonde. Nou, het beste. Ga erop, op, jong. Ga erop op. Dat kleine schepperingske. Ik kippen gaan zachtjes aan op stok, zuster. Ja, het begint al wat te schemeren. Zal ik een lichtje aandoen? Ja, je doet maar. Zo. Jij hebt de laatste tijd in de kamer zoveel van die lantaarnetjes aangebracht. Als Schimmeling het zag, dan zei hij, wat een verkwisting. Schimmeling overdrijft wel meer. Met Amalieke, bedoel je? Bijvoorbeeld. Ach, daar kan toch niks van terechtkomen. Dat die vent het nou toch niet in wil zien, dat is toch gekke manswerk, daar. Maar als jonge mensen veel voor elkaar voelen, echt veel, dan noemt u dat ook gekke manswerk. Waar ga jij op af, zuster? Nou, ik bedoel Bert en Greetje. Daar kan niks van komen. Ik heb vanmiddag met je dochter gepraat. Zo? Na het eten. Nou, ze zag er zo zielig uit. Ik had echt met haar te doen. Daar kan niks van komen, zuster. Ik vind u onredelijk. En waarom? Nou, ze hebben allebei de leeftijd, ze houden van elkaar. Bert is een oppassende jongen die bovendien financieel best een gezin kan onderhouden. Ja, ja, ze praat een aardig eentje weg. Maar Bert Onings, dat is geen boer. U bedoelt geen Peppel? Nee. Ja, ik heb Greetje beloofd dat ik met u zou praten. En daarom moet het er nou maar eens uit. Ik vind u niet alleen onredelijk, maar ook in hoge mate egoïstisch. Nee, ja. Ja, u denkt alleen om uzelf. Om uw geld dat bij de Peppels moet blijven. Om het geluk van een ander, daar geeft u niks om. Ja, dat zijn nogal zware woorden. Ja, maar het is de waarheid. En die klinkt soms wel eens hard in de oren. Want al was Bert nou in hart en nieren een boer, dan zou u nog niet toegeven. Mm-hmm. Ah, kom nou, baas. Maak die twee nou gelukkig. Nou, waarom zegt u nou niks? Wacht, laten we erover zwijgen.
Mag ik het u vanavond namens u zeggen, baas? Nee, ze zegt niks. Zegt u het dan zelf? Al even in. Goed, dan neem ik mijn maatregelen. Wat ga je nou doen, zuster? Vertrekken. Vertrekken? Ja, en wel terstond. Nou, adem maar. Ze meent het. Dries, Dries, wat ben je een stijfkop? Nou, je hebt er geen gas over laten groeien. Ach, mijn koffer stond gepakt. Nou, het ga je goed, baas. Zeg, moet jij nou helemaal alleen naar het station? Op de voet? Oh, ik weet de weg. En ik hou wel van een flinke wandeling. Zo. Blijf. Waarom? We kunnen hier niet meer missen. We gaan allemaal van je. U ook? En heb jij dat nou werkelijk nog niet gemerkt? Kom, kom. Zet het koffertje nou maar weg en geef me hand. Gonda. Andries. Ja. Je zegt Andries tegen me. Oh, dan heb je Bert en Greetje. Ze komen juist het erf op. Je zei Andries. Kom, maak die twee nou eens voor goed gelukkig. Blijf je dan. Blijf je dan, Gonda. Dan blijf ik. Altijd. Altijd. Roep dat koppel naar binnen. Dank je. Dank je wel, Andries. Hallo? Ja, kom maar gauw. Ik ook. Ja, allebei. Kom. Heb ik het voor elkaar gekregen? Ja. Geetje. Oh, niet een beetje op, jongen. Ja, meteen zo. Oh, Bert, hoor je dat? Dries, Dries, wat een dag. Wat een dag wordt dat. Ja, zeg, kijk eens bij jou in de rook. Nou, doe, naar je vader, hè? Kom hier. Hallo, Bert. Nou, oude zinloos van het. Nou, een beetje minder heftig is wel zo goed. Ja, Bert, je zal de boer toch even moeten bedanken, jongen, want vanavond wordt jullie verloving een feit. Ja, jongen, geef me de vijf maar. En alles is in orde. Mooi. En bedankt de zuster ook maar. Want die heeft het kanon door de kerk gejaagd, zo hebben we het. Dankjewel, zuster. Nou, jullie vlug naar bed zijn huis, vader en moeder halen. Niet waar? Ja, ja, laat maar doen. Het kanon, hè? Leuk, Bert. Wat een geluk. We zijn zo terug. Hé, hey, Bertje, waar gaan jullie zo op naartoe? Oh, we hebben geen tijd, klessen. Karatje. Vader is totaal veranderd. Hij vindt alles goed. Alles? Ja. Als dat maar waar is, mogen jullie... Ja! Dikkie, klessen. Even van de gelegenheid gebruik maken. Of wat jij, Truus? Ja. Zullen wij erin gaan, Delke? Ja, ja. Hoe was het ook alweer? Ja. Beste beentje. Voor. Kop omhoog. Borst vooruit. En op een korte petel. We nemen de deur. Vooruit, vooruit. Hoppakee, wat zijn jullie daar te kijken? Zo, echt een dag. En zo zwijgen. Hoor eens hier, vader. Ja, hou maar op, Klessen. Nee, ik hou niet op. Dus het kanon? Moet het de kerk? Kijk er eens aan. Ja, we zijn naar de kermis geweest, hè? Ja. Ja, dat weet ik. Ja, we hebben veel lol gehad. Zie maar, Elke, Klessen, Truus, hè? Met de macht. Ja, met de macht. En nou, vader, nou kun je het goed vinden of kun je het niet goed vinden, maar we gaan trouwen. Hè? Klessen en ik, allebei. Ja, zie je, vader, we zijn het onder elkaar eens geworden. Roerend eens geworden, ja. Zelfs. En, Elke houdt van mij. En Truus, ja. Niet waar, Truus? Geef toch mij, hè? Ja, geef me nou wel jouw poelke, maar je zegt niks. Toen, kom nou, Andries. Is dat werkelijk zo, juffrouw Ellie? Nou, Elke, kom nou, spreek er van je af. Zeg nou Ja, baas. Juffrouw Truus? Ja, baas. Nou, gehoord het, vader? Nou, ja, nou dan, Gonda. U zegt Gonda? Verdikke me, Gonda, zei hij. Dat zag ik toch even van de kijk. Direct zegt hij nog Gonneke. Ja, hou dan maar op, hou dan maar op met die flauwekul. Je hebt er mijn zegen op. En wij, Gonda, hè? Stil nou. Je hebt er nog niets gezegd. Stil nou. Je hebt nog niets beloofd. Zeg Andries. Stil nou, Andries. Ja, dan breekt wat op. Oh, kijk eens, daar heb je Bert met z'n ouwers. Ja, laat Bas met zijn aanhang maar binnen. Ten slotte kennen we elkaar al langer dan vandaag. Ah, die Bas! Ah, proficiat! Mijn hamba!
laat mijn handen. Ge vouwt me nog mee. Ja, maar ge zult in onze Bert geen verroerd jong hebben. Hij kwam kom, lang. Ja, hou op, vrouw. Dat weten we immer van lang. Oh, zo. Dag, zuster. Dag, Marie. De eerste dag dat je hier op de Peppelhoever kwam, heb ik u de allerbeste mens gevonden. Ja, ja, ik u mag dat gerust weten. Ja, 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 dank u wel. Ik heb van die twee werkezels een paar gewone mensen gemaakt. Ja, Marie. Ja, dat de baas me spreekt. Ze waren zo schuw als een paar kwezels. Op een kermisdans doen. Ja, dat hebben we onthouden, Marie. Nou, nou, we zijn toch nog een protocol over die dag, hè? Wat? Ja, ja, je hebt gelijk, Marie. Goed zo. Afgaan. Ik vind het leuk dat ik niks als plezierige gezicht heb. Wat ga je wat? Kom, gezegd, zo niks. Ik heb het naar mijn zin, vrouw. Oh, en dan is het altijd goed. Ben je tevreden, Truus? Natuurlijk, kletsen. Hé, hey, die kletsen. Ga je, Elke? Nou, maar de rest moet nog komen, hoor. Hoezo? Nou, wacht maar. Hé, doe de hoeren ze alle zes. Zeg, Bert, wat staan jullie met z'n tweeën er handje in handje? Kom hier. Ja, Bas, ga je ook. Ik moet wat verklappen van de zuster. Ja, jongens, stil even. De zuster is vanaf de eerste dag dat ze hier kwam, toen zei ze tegen me. Ze zei, Marie. Ja, maar wat zeg jij nou vandaag? Wat bedoel je, Andries? Bert en onze Greetje heb ik nog gevonden. Klessen en Perjan, ze kunnen de gang gaan. Ze kunnen de gang gaan. Dus straks had jij het over egoïsme. Het kan zijn dat ik het toen gelijk had. En ik geloof dat je met mijn ogen wijd open hebt gemaakt. Nou? Ken je het mijn man? Misschien. Gonneke. Heel misschien. Waarom dan zo geheimzinnig? Ja, ja, waarom? Zeg op. Ik kan het werkelijk niet zomaar ineens. Toe, je zult het me zeggen, maar kom, 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 kom. En toen zei ze me, van de Peppeltjes heb ik nog niemand gesproken. Maar ik begin er nou al van te houden. Ja, ja. Kijk, kijk, vader staat te vrijen. Nou, Andries, alles wat je wil, maar op één voorwaarde. Nou, zeg maar. Dat je mij wat ondeugends vergeeft. Voor we het bekend is het aan vergeven. Of die verliefd op de is. Had ik ook zo gedacht. Nou, we zijn nou toch allemaal eensgezind op de rond, niet? Ja, natuurlijk. Kijk maar naar Bert en Greetje. Wel, baas. Stil eens even, stil eens even. Baas. Nou, Andries dan. Ik val maar met het kanon door de kerk. Kijken jullie nou eens goed naar Truus en naar Ellie? Ja. Hm? Nou, we hebben ze al genoeg bekeken. En jij, Lessie? Ja, je ziet er altijd wat nieuws af. Dat is waar, dat is waar. Kijk nou eens goed naar die twee. Hé, Marie, jij moet er toch kijk op hebben. Nou, de een is zwart. Ja, en de ander blond. Ja. En zij, Truus. Ja, en zij, Elke. Niet waar, Elke? Ja. Nou, het zijn mijn eigen dochters. Oh. Zie zo, het hoge woord is Truus. Wat hoort zeg je me nou? Wat zeg je me nou, zuster? Bas. Ja. Bas, dat is toch wel het laatste wat ik verwacht. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, Marie. Dus de zuster, dat is jullie moeder. Moeder, Greetje. Oh. Nou, dan word ik jullie zus. Op pijn. Nou? Nou, het kan me niet schelen hoe het loopt. Het zit nou toch als draadjes door elkaar verward. Nou, mooie pan. Dus als ik het goed begrijp... Ja, denk jij maar eens goed door. Dan trouwen we met de dochters van onze moeder. Ja. Zo is het. Waardige dochters van een waardige moeder. Een vrouw met zoveel doorzicht en zoveel durf. Dat is een echte vrouw voor de Peppelhoever. Kom, en nou duik ik in de kelder voor de Bourgogne. Dat moet beklonken worden. Ja, kom op, heer Jan. Ja. Dan gaan wij nou eens doen wat we nooit gedurfd hebben. Nooit gedurfd, hè? Ons moeder een kus gegeven. Truus, ja. Ja, dat is allemaal wat te geloven van de vader. Dat is niet. Nou, kom maar op, jongen. Die zit trouwens met zijn neus in de kelder. Ja. Moeder. Moeder. Nou. Hij heeft er geen karatje voor nodig. Dan ben ik er eerst maar eventjes op elkaar te petten. Dankjewel, Klessen. Dankjewel, heer Jan. En hier zijn je dochter. Die willen je nou ook even bedanken. Ja, ja, ja. Dat zeg ik op mijn zoon. Hé, waar is de brand, Gebrinske? Andries, jullie al gaan. Groot nieuws, joh. Ik kom net met een stuk of zes flessen Bourgogne naar boven. Oh, maar groot nieuws, Andries. Amerika heb toegehaald. Ja. We trouwen over zes weken. Wij zullen doen over zes weken. Wij allemaal ook. Hé? Wat nou, wat nou? Allemaal. Ons Greetje en Bert van Bazonings. En onze Klessen en Truus van de zuster. Wat zeg je nou? Die pijn.
Wat? En onze Peer Jan en Elke van de zuster. Wat zeg je me nou, Andries de Peppel? En als Barzoon is nog niet met Marie getrouwd was, dan deed hij het vandaag gelijk met ons allen. Ja. Ik zou best nog eens opnieuw willen beginnen, maar. Ik heb dat gedaan. Hoor je wel? Ja, ik snap er niks van. Dat hoeft ook niet, maar zeg, ga jij nou als de bliksem jouw hoef te halen? Mijn hoef, zei je? Amalieke, suffert met grond en al. Want zeg, hoe zei je dat toen ook alweer, hè? Jouw grootvader van vaders kant, ja, ja? Dat was toch een broer van mijn moeders overgroot. Nee, je moet het andersom zeggen. Anders. Ja, dat kan me niet schelen. Ga jij nou dat grootje van jou halen, ja, ja. Dan vuiven we op een vijfvoudige bruiloft. Ja, goed op. Ik vrees niet vliegen, Marie. Kom, Greetje, de glazen en jongens gaan allemaal in zitten. Allemaal. Ben je nog niet wens, Schemmeren? Ja, maar ik zou me nog niet goed aan, Marie. Een rap. Dat is nooit met een bromfiets. Zeg, en hamer dit onderweg maar in je kop. We zijn allemaal familie van het aard. MUZIEK